Inwoners van Pillemaas voelen zich gehoord door de gemeente. Dat concludeert de Rekenkamercommissie in een rapport. En daarmee is het nieuwe besturen geland in Pillemaas. Zo concludeert de Rekenkamer. 80% van de burgers vindt dat er naar hun geluisterd wordt. Dus als ze met iets komen, dat er ook daar daadwerkelijk door het bestuur van de gemeente ook geluisterd wordt naar wat er gezegd wordt door inwoners. Dus dat is een behoorlijk hoog percentage. De huidige coalitie lanceerde bij de presentatie van het coalitieakkoord een nieuwe lente, een nieuw geluid, de term met nieuwe besturen, waarbij meer de dialoog aangegaan werd met de burger. Voor het onderzoek zijn mondeling afgenomen enquêtes met inwoners gebruikt. Geconstateerd wordt dat burgers in de gemeente Pillemaas een sterk gevoel hebben dat de gemeente luistert naar inwoners, het serieus neemt en iets doet met de inbreng. Men zegt dat het resultaat heeft, dat de initiatieven ook tot resultaat leiden. Er is wel gemaar geweest over het politieke gebeuren daarin. Met name richting raadsleden, dat er politieke spelletjes gespeeld werden. Dat hebben we nog apart overigens bekeken als Rekenkamer zelf. We hebben in de reguliere stukken van de gemeente de raadsbesluiten, de raadsinformatiebrieven en alles wat daarin speelt. Hebben we ook gekeken, worden er nog op het gebied van die dorpsinitiatieven spelletjes gespeeld? En? Nou, absoluut niet. We vinden daar niets van terug. Dus het is meer een belevingskwestie, hebben wij het idee. En zo zijn we ook tot een van onze aanbevelingen gekomen. Om te voorkomen dat de dorpsinitiatieven en de burgers in zijn algemeenheid het gevoel krijgen dat er spelletjes gespeeld worden. Beperk je nou als raad tot de voorkant van je rol, je kaderstellende rol. Ga aan de voorkant van het proces zitten. En dat betekent dat je vooraf je afvraagt bij een dorpsinitiatief, past het binnen het beleid van de gemeente, past het binnen de strategie van de gemeente, willen we dit? En als het antwoord daar ja op is, dan stel je daar ook een budget voor ter beschikking. En dan hoef je niet meer over het wel of niet steunen van een dorpsinitiatief, op het moment dat het tot uitwerking wordt gebracht, hoef je niet meer te gaan debatteren. Hebben ze nu te weinig kaders gesteld de afgelopen 4 jaar? Ik denk dat een van de belangrijke lessen is geweest die wij hebben geconstateerd. Dat die kaderstelling vooraf moet plaatsvinden. En dat je ook aan de voorkant moet aangeven als gemeente waarop je gaat controleren in dat proces. De belangrijkste kanttekening is dat de gemeenteraad bij het nieuwe bestuur nog onvoldoende invulling heeft gegeven aan haar eigen rol. Daadwerkelijk ruimte geven aan de lokale gemeenschappen door op hoofdlijnen te sturen en op afstand te monitoren. We zijn aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart. Betekent dat dat de nieuwe gemeenteraadsleden daarvoor opgeleid moeten worden? Opgeleid is misschien een zwaar woord, maar uiteraard moeten gemeenteraadsleden wel gereedschap meekrijgen. En dat gebeurt overigens ook in elke gemeente bij installatie van een nieuwe raad. Dat er op een allerhande fronten een stuk begeleiding, wordt met name vanuit de Griffie, wordt gegeven aan de raadsleden om te kunnen functioneren in hun rol. En een rekenkamer kan daar ook actief in zijn om dat gereedschap aan te reiken. Want dat is een van onze taken, om ook de raad in staat te stellen om zijn kaderstellende rol en controlerende rol te kunnen vervullen.